En na de beide volksliederen konden dan uiteindelijk gevolleybald worden. Nederland tegen Duitsland, altijd een beladen wedstrijd als het om allerlei soorten sporten gaat. Maar hier gaat het tenslotte om een oefenpartijtje. Je ziet het, dames en heren gemixt door elkaar heen. Nederland, zelfs een Sloveense speler, speelster moet ik zeggen, in het midden. En Nederland begon eigenlijk heel goed aan de wedstrijd. Mooie punten in de rally point systems. En de Duitsers die bleven eigenlijk heel lang bij hier, een heel mooi punt van deze Sloveense dame. Die ook gelijk naar de opslag mag. En ook dat kan zo goed betuigt hier het afmaken van Bjorn Morris. Met een schitterende smash heeft hij het Duitse blok omzijde. Hele leuke rallies, leuke wedstrijd was. Stand 5-4, zou 6-4 worden in het Nederlandse voordeel. En uiteindelijk stond 2 tegen 2 op het bord. En 2-2 in sets, dat zou het ook blijven. Dus moest er een derde set gespeeld worden. En daar ziet u zometeen beelden uit. Beelden uit die derde set die o zo belangrijk was, waarin Nederland heel goed begon, maar hier gaan we en zitten we al in die derde set, of in die vijfde set eigenlijk, de vijfde beslissende set, 2-2 in sets dus. De bal ook weer gehaald, heel jammer, maar goed. Dat kan wel eenmaal gebeuren. Hup, kijk eens, dat wordt keurig netjes afgeblokt, deze opslag door het Duitse blok. Ja, en al zo ontstonden er toch wat kleine foutjes. Misschien wat concentratieverlies. Het is tenslotte ook maar een oefenwedstrijdje. En ja. Soms dan vlogen de ballen links-rechts om de oren en was het best leuk om te zien. Wissel aan Nederlandse zijde. Timo Mans maakt plaats voor Loek Hendricks. En gelijk een hele leuke omslag via het net op de grond. Punt voor Nederland. En ook op Duitsland, Duitse kant de wissel. Jammer dat er eigenlijk heel weinig publiek op afgekomen was op deze interland, deze oefeninterland tijdens de Para Youth Festival. Ja, Duitsland trok aan het langste eind. En er werd nog eventjes een hele leuke gest gedaan. Een spandoek van de Nevobo waar boven stond. Para Youth Festival 2013. Dat werd getekend door alle aanwezige sporters.
groot en klein. En dat was, om het maar eens even te zien rijm te houden, erg fijn. En zoals het na afloop van een hele goede interland betaamt, spraken wij even met Jozef Banfi. Maar we moesten wel even zoeken naar Jozef Banfi, de bondscoach. Nou, we hebben hem gevonden. Jozef Banfi, de bondscoach van het Nederlandse herenzitvolleybalteam. Jozef, wat een schitterend evenement en wat heb ik genoten van 2 dagen volleybal met jongeren, maar ook 2 dagen topvolleybal met Duitsland en met de Nederlandse dames en heren. Nou, ik denk dat het hele event wel doel is getroffen. Dat is echt wel... Nou, ik ben heel tevreden. Ik denk dat voor onze jongere spelers een onvergetelijke gebeurtenis hier is. Dat hebben ze eigenlijk zelf kunnen proeven. Hoe is dat op wat niveau te kunnen sporten en spelen. En het is ook wel waar wat je zegt. Dat het Duitse team dat ze op een hele mooie manier hebben zich met ons meegedaan. Dus ja, ik denk dat we samen en niet vergeten nog Slovense dame en een coach. Daar hebben ze heel goed geholpen. Ja, ik vind het wel zelf ook. Ik ben heel tevreden. Echt wel leuk. Ik zie het aan heel je gezicht. Ja. Want als jij een glimlach op je gezicht hebt, dan ben je tevreden. Ik zag kinderen hier, jongeren hier rondlopen die een shirt kregen van Oranje. En die glommen in één keer en die klommen overal in. Het was geweldig. Nou ja, ik denk dat dat een hele mooie gist is van Volleybalbond. Dat de kinderen die shirtje, dat hebben ze hier kunnen gebruiken. Dat mogen ze begouwen als een herinnering aan dat. En ik denk dat je op zo'n manier eigenlijk kinderen ook een klein beetje besmet met sport, met volleybal. En eigenlijk met hele gebeurtenis, sport. Goed sport kan leuk zijn. En ik vind dat heel leuk van Volleybalbond, dat hebben ze dat mogelijk gemaakt. Nog één dagje. We gaan dadelijk eventjes de boot op, gaan we eventjes een rondvaart door Utrecht heen maken. En dan hebben we morgen nog 1 dagje en dan gaan we een clinic doen bij de Mithielschool. Ik weet van jou dat je met clinics altijd stuntjes uithaalt.
Kunnen we weer zoiets verwachten? Nou, morgen is eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, dat wij gaan naar Mithielschool hier in Utrecht, in de buurt van het stadion, waar ik eigenlijk aan de kinderen hier elke woensdag les geef. Okay. Dus kinderen kennen wel zitvolleybal. En ik vind dat voor hun eigenlijk morgen ook een hele leuke ervaring is. Dan mogen ze met de topspelers uit Duitsland en de Nederlandse spelers samen spelen. Dat wordt een groot evenement. Ja, nou, ik weet niet of het een groot event wordt, maar we willen in ieder geval de kinderen daar in school ook wel een kijk in geven, hoe kan, wat kan sport betekenen. En daar kunnen ze, ja, ik denk dat het altijd wel leuk is, als mag je met de beste meespelen. Dan gaan we daar naar kijken. Tot morgen. Dat gaan we zeker doen. Tot morgen. Oké. Okay.